De samenwerking die Suriname voorstaat met de OIC, de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, behelst meer dan alleen een economische samenwerking en de zachte lening die Suriname heeft gehad van de Islamic Development Bank, ISB. Dit zei minister Nirmala Badrissing van Buitenlandse Zaken vandaag op een persconferentie. De bewindsvrouw is samen met de secretaris-generaal van de OIC, Iyadamin Madani, ingegaan op het bezoek van de SG en zijn delegatie aan ons land. Het doel van dit bezoek is werkbesprekingen voeren met verschillende actoren in Suriname om de relatie tussen beide landen te intensiveren. Badrissing zegt dat in de verschillende gesprekken met de secretaris-generaal is benadrukt hoe belangrijk Suriname is. Suriname als een van de twee lidlanden van de OIC op het westelijk halfrond zou als een brug kunnen functioneren naar het Caribisch gebied toe, maar ook naar ruimer Zuid-Amerika. En een hub met name voor financiële diensten, voor technische diensten, maar ook voor handel en investeringen. Dat is eigenlijk een van de grote boodschappen geweest. In de gesprekken die er zijn geweest is dus ook aan de orde gekomen hoe onderling de banden tussen de OIC, landen en het continent kunnen worden versterkt. En daarvoor zijn er ook zeg maar samenwerkingsmechanismen. Een van de mechanismen is dat er jaarlijks overleg is tussen de leiders van Zuid-Amerika en de Arabische Liga. Er is ook gesproken over hoe kunnen wij de samenwerking tussen Suriname en OIC verder versterken. En dat is dus verder kijken dan alleen maar de ISDB. Omdat de OIC vele mogelijkheden biedt op het stuk van versterking van samenwerking, op het stuk van onderwijs, gezondheidszorg, micro-ondernemingen, microfinancing. Maar belangrijk ook het aspect van hoe kunnen de private sectoren tussen van de OIC-landen intensiever met elkaar werken. Badrissing geeft verder aan dat de OIC ook onder de indruk is van de multiculturele diversiteit van Suriname. De secretaris-generaal van de OIC, Iyadamin Madani, heeft vandaag ook een bezoek gebracht aan president Desiree Bouterse. Hij heeft naast besprekingen met de minister van Buitenlandse Zaken ook besprekingen gevoerd met de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad. And in all these meetings we explored possibilities of where the OIC can be more relevant, more supportive and more useful to Suriname in more than one way. The OIC, as you some of you know, is an intergovernmental organization. The members of the OIC are governments represented by the heads of states and their foreign ministers. We're not a religious organization, but we are concerned, of course, with Muslim communities the world over. And our approach to that is we think that every Muslim community, anywhere where the community is a minority, their loyalty should be first and foremost to the country it should be living in. And of course that these communities have to have their cultural, religious and linguistic rights, and there are linguistic differences. Suriname is an example of such a cohesive society where different groups, whether religious groups or ethnic groups, have managed to live together. Iyadamin Madani is blij dat Suriname een van de actieve leden van de OIC is en als zodanig ook goed gebruik kan maken van de voordelen die deze organisatie aan haar lidlanden biedt. De OIC heeft gelet op de goede samenwerking tussen haar en Suriname, financiële ondersteuning verleend bij diverse projecten.